Hey guys, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag zondag, het is nu 8:30 en ik ben momenteel in een hotel in Utrecht, want gisteren was de eerste dag van Vegfest hier in Utrecht en het is bijna 2 uur rijden naar waar wij wonen, dus we dachten dat het beter was als we hier een nachtje zouden overnachten, want vandaag is dag 2. Gisteren is het heel goed gegaan. Ik heb weer super veel fijne mensen ontmoet. En ik hoop dat ik er vandaag nog veel meer ga ontmoeten. Ik ben nu wel nog super moe. Echt, ik kan u niet uitleggen hoe moe ik ben. Ik ben zo vermoeid, gewoon van vorige week nog erbij en zo. Dus ik ga toch wel een klein beetje blij zijn als ik vanavond in mijn eigen bed lig en heel lang kan slapen. Ik heb mijn kleren al aangedaan, maar ik moet mijn schmink nog doen. Maar die liggen in de auto, ben ik vergeten. Maar mijn mama die is nu eventjes ontbijten. En ik dacht dat ik jullie misschien eventjes onze hotelkamer kon laten zien. Het is niks speciaals of zo, maar het was de goedkoopste en de enige kamer die nog beschikbaar was. Dus ik zal jullie laten zien waar wij vannacht geslapen hebben. Dus als je binnenkomt, is dit wat je ziet. Een lekker groot bed. En dan hebben we hier zo'n klein bureautje. Ik had cornflakes meegenomen. Een kommetje. Er zit ook nog een lepel in. En dan heb ik hier op de vensterbank mijn melk gezet. Die mag ik niet vergeten. Die moet met mij mee naar huis komen. En dan hier hebben we een super grote douche en zo'n wastafeltje. Dit heb ik nu nooit gezien. In de douche is de wc. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Maar het werkt, dus dat is goed, hè. En dat was de kamer. Het is echt weer super klein, maar het is genoeg voor wat... Hey. Het was gewoon genoeg voor wat we nodig hebben. Voor mij hoeft een hotel niet veel te zijn. Voor mij moet in een goed hotel wifi zijn. Het moet hygiënisch zijn en het bed moet goed liggen en het moet goedkoop zijn. En dat is alles. Vegfest begint om 11 uur, dus we hebben nog eventjes de tijd. We zijn van plan om nog even naar de Albert Heijn te gaan om wat snacks en wat fruit en zo te kopen voor de dag door te komen, want gisteren hadden we niks. Gisteren echt bijna niks gegeten. Dus vandaag willen we wat snacks inslaan. En dat gaan we nu dus doen. Dit is trouwens het hotel waar we in verblijven. Landgoed Zonheuvel. En ze doen echt goede dingen, zo qua duurzaamheid. Hier hebben ze bijvoorbeeld een kaartje waarop staat dat als de handdoeken ververs moeten worden, dat je ze op de grond moet gooien. En anders gewoon in de wastafel moeten laten liggen, zodat ze niet onnodig moeten wassen. Ik denk dat ik vandaag voor dit kapsel ga. Ons standje terug opgezet. We hebben gisteren gewoon alles hier laten staan, want dat is echt te gek om alles af te breken en dan weer op te bouwen. Dit is onze stand. Oh, mijn camera stelt echt slecht scherp de laatste tijd. Maar dit is het. Het ziet er wel heel rommelig uit eigenlijk. Maar hier hebben we een rek met alle kleren voor de vrouwen. Hier een rek met alles voor de mannen en de kindjes. En dan hebben we een paar dingen opgehangen, zodat de mensen het beter kunnen zien. En dan hier op dat rekje hebben we alle accessoires. De petten, de pins en de 2 nieuwe pins ook deze keer. Rietjes, sleutelhangers en de tassen. Het is hier wel echt koud, vandaar mijn sjaal en mijn muts. Maar het is nu 10:50. Dus we hebben nog 10 minuutjes om even iets te eten. Ik ga beginnen met mijn sapje dat ik daarnet gekocht heb. En dan nog snel een boterham. Zo lekker.
Het zit erop. Wij zijn aan het opruimen. Ik heb niet zoveel kunnen vloggen van dit weekend. Dat ik het heel druk had met de zaken. Oh, ik ben hier een kast aan het dragen. Super zwaar. Maar we zijn de laatste dingen naar de auto aan het brengen. En dan kunnen we vertrekken. Het is een rit van 1 uur en 40 minuutjes. Dus we zijn nog eventjes niet thuis. Ik film dit even achter in de auto. Maar ik wil jullie nog even laten zien wat ik vandaag gekocht heb hier op Fetchfest. Ik heb geen tijd gehad om rond te gaan zoals ik zei. Maar ik heb toch op het laatste nog een paar dingetjes gekocht. Het eerste is deze pot met edelgistvlokken die bij mij was op. Dus ik dacht, neem maar een nieuwe mee. Want anders moet ik dat online weer ergens bestellen. En dat is een gedoe. Wow, dat is wel echt slecht liggen, hè? Maar oké. Dan heb ik deze chocolade dingen gekocht. Dairy free chocolate sea salted fudgy bites. Ik hoop dat ze lijken op Maltesers. Dat zou heel fijn zijn. Oei, water. Zo'n Vigo bar. Die vind ik echt heel lekker. Dus eentje daarvan. Ik heb een lippenbalsem gekocht. Want ik heb elke dag van mijn leven droge lippen. Dus hopelijk kan deze lippenbalsem mij helpen. Ik heb eigenlijk al elke lippenbalsem in de wereld geprobeerd. En niks helpt. Dus als jullie tips hebben voor mij, please let me know. En als laatste heb ik 4 van deze pakken kokosnotsuiker. Kokosnotsuiker vind ik echt de allerlekkerste suiker die bestaat. En het was hier buy one get one free, dus dat is ideaal, hè? Maar nu gaan we beginnen aan onze reis naar huis. Ik denk dat ik in slaap ga vallen in de auto. Ik weet het niet zeker.